Het op draad zetten van een tulp. Een tulp heeft als eigenschap dat hij nog doorgroeit. Dat betekent dat als we hem op draad zetten, we de bloemendraad niet in de bloembodem kunnen prikken, want dat schiet op de duur, schiet dat los. Een bloemendraad maken we vast met behulp van een lus. Uiteinde van de draad buigen we om in een hoek van 90 graden. En dit korte draadje, daar maken we een knik in. Deze lus haken we onder aan de bloem en we knijpen hem wat dicht, zodat hij niet meer los schiet. Maar de steel die kan wel groeien, dus hij zit niet echt vast. Bloemendraad houden we recht en tussen duim en wijsvinger draaien we de steel rond. Maar let erop dat het blad niet, zoals nu, klem komt te zitten. Dat moet vrij blijven. Dus probeer het blad zo te manoeuvreren dat dat niet klem tussen steel en draad komt. Draai hem strak langs de steel en aan de ondereind gekomen, uiteinde van draad omhoog buigen, zodat het weer makkelijker in de vaas gestoken kan worden. Kijk, en nu is de tulp op draad gezet.